In Nederland raken momenteel veel mensen besmet met het coronavirus. De meeste mensen krijgen alleen milde klachten en kunnen thuis uitzieken. Soms kunnen mensen wel heel ziek worden. Met deze video informeren we u over de behandeling van mensen met een coronavirusinfectie en ademhalingsproblemen. Het coronavirus kan een longontsteking veroorzaken. Vaak wordt er dan onvoldoende zuurstof in het bloed opgenomen. Ernstig zieke mensen kunnen worden opgenomen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis krijgt u zuurstof toegediend via een slangetje in de neus of via een masker over de neus en mond. Als deze manier van zuurstof toedienen onvoldoende werkt, dan kan het ademhalen worden overgenomen door een beademingsmachine. Dit is alleen mogelijk op een intensive care afdeling. Bij beademing wordt iemand eerst in slaap gebracht. Vervolgens wordt er een buisje via de keel in de luchtpijp geplaatst. Dit buisje is aangesloten op een beademingsmachine. De machine neemt dan de ademhaling over. Beademen kan het leven redden, maar heeft ook nadelen. Mensen met het coronavirus moeten vaak enkele weken beademd worden. Hun conditie gaat dan sterk achteruit. Mensen verliezen veel spierkracht, omdat ze niet meer bewegen. Er kan blijvende schade aan de longen ontstaan. En soms kunnen ook andere organen uitvallen. Als mensen toch herstellen, dan duurt het herstel lang. En niet iedereen herstelt volledig. Gemiddeld overlijdt ongeveer de helft van de mensen die met het coronavirus op de intensive care wordt opgenomen. De kans op overlijden is groter bij mensen van een hogere leeftijd, mensen met een hart- of longaandoening, suikerziekte en mensen met een verminderde conditie voor de opname. Het is daarom belangrijk om tijdig met uw arts en naaste de voor- en nadelen van beademing te bespreken. Soms zal de behandelend arts tot de conclusie komen dat beademen niet zinvol is. Dit gebeurt als de kans op overlijden of ernstige nadelige gevolgen groot is. Als duidelijk wordt dat u of een van uw naasten niet naar de intensive care gaat om beademd te worden, dan krijgt u nog steeds de best mogelijke behandeling en zorg. Ook zonder beademing kunt u soms genezen en daar zullen wij ons uiterste best voor doen. Soms is genezing niet meer mogelijk. Dan vertellen wij u dat eerlijk en dan zal de behandeling erop gericht zijn kortademigheid en pijn zo goed mogelijk te bestrijden. Wij hopen u goed geïnformeerd te hebben over beademen. Maar als u nog vragen heeft, stel die gerust aan uw arts.